In mijn dagelijkse praktijk werk ik als ontwikkelingsgerichte coach. En daarbij maak ik gebruik van de vork, de methode van Rudy van Damme. Die methode die biedt een heldere structuur en daardoor heel veel rust en ruimte om intuïtie en creativiteit in te zetten. Ook de methode, de structuur, geeft heel veel rust ook aan de coachie. En dat is zeer prettig. In mijn dagelijkse praktijk als arbeidsrechtadvocaat nodig ik cliënten uit om na te gaan welke betekenis een arbeidsconflict waar ze op dat moment in zitten, ja, voor hun persoonlijke of professionele ontwikkeling heeft. En het voordeel daarvan is dat door dat zelfinzicht conflicten veel beter hanteerbaar worden. Als docent en coach en ook als moeder werk ik elke dag met de ontwikkelingsgerichte benadering. En dat doe ik door te kijken wat er al is. Ik kijk wat er al is en ik kijk vooral wat er in beweging is. Heel dicht bij de jongeren aansluiten. Op die manier kun je heel dicht bij de jongeren blijven en heb je een prachtig gesprek met de jongen. Kijken wat er al is en gewoon benoemen. Dan komt de rest vanzelf. In mijn dagelijkse praktijk gebruik ik de ontwikkelingsgerichte benadering veel. Als trainer van onder andere medische studenten hoop ik ze te kunnen besmetten met dit virus. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat artsen in hun contacten met patiënten zich bewust zijn van het viersporenbeleid. En met name het zelfsturingsspoor verdient wat mij betreft heel veel aandacht. Zodat patiënten ook wat meer grip hebben en meer kunnen participeren in het zelf omgaan met hun ziekte. Als pedagoog en coach probeer ik de ontwikkelingsgerichte benadering zo breed mogelijk uit te dragen. Ik werk veel met jonge mensen en deze methodiek geeft mij de mogelijkheden om ontwikkeling concreet te maken. Daar waar kinderen of jeugdigen vast kunnen zitten in ontwikkeling, is dit een manier om deze mensen in beweging te krijgen en ontwikkeling mogelijk te maken. In mijn werk als onderwijsadviseur, trainer, coach, leren andere mensen dingen van mij. En dat niet alleen, ik leer ook van hun. En die wisselwerking, dat is voor mij ontwikkeling. Ik heb daar ook een beeld bij, zo'n wipwap, waar je aan één kant iets zwaars kunt zetten, waardoor je wel een evenwicht krijgt, maar heel statisch. Je kunt ook samen zoeken naar een heel mooi evenwicht. Dat is voor mij ontwikkeling. Ik gebruik de ontwikkelingsgerichte benadering op 3 gebieden. Als coach, als projectleider van management development trajecten en ook in mijn eigen leven, bijvoorbeeld als moeder. De ontwikkelingsgerichte benadering is voor mij een methodische onderlegger onder wat ik doe. Ik gebruik mijn eigen kennis en ervaring, maar ondertussen check ik op de 4 sporen of alles wat aandacht nodig heeft ook daadwerkelijk aandacht krijgt. Het geeft mij een rustig en compleet gevoel en het is voor de klant, geeft het de ruimte om bezig te zijn puur met zijn of haar eigen ontwikkeling.